uit, Roelof, kom op. Roelof Vos uit Feyenoord is sinds hij in training is een ander mens. Stop maar. Jarenlang leefde Roelof erg ongezond. Hij werd zwaarder en zwaarder, raakte in de ziektewet en had weinig plezier meer in het leven. Nou, dat was ergens een beetje hopeloos. Bijna 45 kilo zwaarder. Depressief. Weinig kunnen bewegen. Niet geconcentreerd kunnen werken. Dat was ergens wel hopeloos. Maar dan gaat hij trainen. Uren achter elkaar. Hij eet gezonder en al snel gaat het beter met Roelof. Ik had zoiets van, ik kon geen 400 of 500 meter meer lopen. Ik denk, nou, dat wordt mijn toekomst. Een scootmobiel. Daar kom ik in terecht. En nu trek ik s'avonds de zon aan. Ik loop 7, 8 kilometer. Of ik fiets 40, 50, 60 kilometer. Of een uurtje lekker aan het zwemmen. Dus helemaal een nieuw leven. We houden spanning op het lichaam. Trainster Judith Ninteman uit Klassineveen is de steun en toeverlaat voor Roelof. Ook zij is onder de indruk van de prestaties. Het is gewoon ontzettend mooi dat hij zo ver is gekomen. En geen insuline meer gebruikt. Ja, hij is weer vrij. Hij hoeft niet meer... eigenlijk heb ik er geen woorden voor. 10 keer! Golf naar de band! Nu Roelof weer helemaal gezond is, heeft hij zichzelf nieuwe doelen gesteld. Hij wil meedoen aan een triathlon. Hij wil de Kilimanjaro beklimmen. En hij wil mensen met diabetes wakker schudden. En vooral in deze week is dat heel belangrijk, in de diabetesweek. Om te zien dat je leven ook nog weer kan veranderen. Ook al heb je diabetes. En dat is ergens een beetje de evangelie wat we hiermee willen verkondigen, zeg maar. Ja. Ja.